Ergens leven in de brouwerij. Ja. Jawel. Dat dacht ik wel, dat ging de Stef zijn. Goedemorgen, Stef. Hoe is het met u? Goed geslapen? Fantastisch. Is er iets dat ik kan doen? Weet je wat? Je moet fruit beginnen, fruitsap beginnen te maken. Ja, dat is prima. Wie dat morgens hier binnenkomt, die heeft gesprek aan zijn beer. Dus Stef heeft het risico genomen. Voilà. Nu weet ik tenminste dat het echt vers is. Ik kost er zelf bij. Ben jij stiek, hè? Ja, Stas. Kijk, is er mee bij? Nee. Deze dat wij vonden wel was het hoofdkussen. Dat vonden wel dat wij niet zo helemaal ergens wilden. Wij hebben graag een groter hoofdkussen. En we wisten niet goed welke kussen nemen. We hebben wel verschillende kussens. Dat vonden we, ja, dat vonden we niet zo helemaal duidelijk. Maar ja, ik ben ook zo iemand die vraagt, wat zou je meenemen naar een eiland? En dan zeg ik altijd met een tandenborstel en mijn hoofdkussen. Dus ja.